WAP-leden boos op Somoharjo, wetgeving op cybercrime noodzakelijk en Amerikaanse abortusarts schuldig bevonden aan moord. Leden van de politieke partij, ABOP, afdeling Kommewijnen, zijn woedend op Paul Somoharjo van de Partij Luhur. Dwars door een persconferentie die belegd werd door deze afdeling, werd geroepen Unowa Somoja, bravo Uwani. De afdeling staat nog steeds achter minister Alice Amafo. Afgelopen week zei de PL het vertrouwen in de minister op. Een deel van de leden van ABOP Kommewijnen is ex-PL-lid. Dit deel heeft het vertrouwen in de PL opgezegd en is overgestapt naar de ABOP. Ik ben nog jong en ik ben populair binnen het politiek. Ja, en ik bouw mijn strategie binnen het politiek omdat ik krijg de kans om mijn carrière op te bouwen binnen de ABOP-partij. Dus ik ga ook, namens het direct uitdrukken, ik ga ook voor de hoogte orgaan binnen het politiek van Suriname. Nee, ten eerste is het voordeel dat ik de kans krijg binnen de ABOP-partij om mijn carrière, politieke carrière te opbouwen. Dat is het. Dus binnen mijn Javaanse partij, ik heb het net eerlijk gezegd, ik heb mijn politieke binnen de KTP al 2 verkiezingen gedaan. Ik lever mijn bijdrage als Javaan. Ja. Ik kijk niet naar etnisch. Ja. Nadien heb ik me voorkeur gegeven aan de politieke partij, de PL, ook 2 verkiezingen. Dus de standvastigheid is bij mij eigenlijk. Maar mijn filosofie zegt heel anders. Ik nadat mijn 5e verkiezing, dat is een oneven getal. Dan misschien is mijn geluk. Ja, mijn oneven getal, dan heb ik mijn keuze gemaakt bij de ABOP-partij. De neef van Paul Somoharjo, die tot voor kort deel uitmaakte van de PL, is ook overgestapt. Poniran Somoharjo is de mening toegedaan dat Kommewijnen niet van de PL is. Ik ben gewoon deze... Ik heb niet de overstap gedaan. Ik heb mijn regeling toegekeerd. Ik heb mijn zitvlak toegekeerd voor PL. Je weet wat een zitvlak is, hè? Ja, omdat ik mijn politieke carrière wil opbouwen en deze kans ga ik nooit krijgen bij PL. Never. Ik ben districtsafdelingshoofd. Nu ben ik ter beschikking gesteld van de minister op verzoek van hem. Van deze Somoharjo. En Briswijk heeft het op een nette manier gedaan. Ronnie Tamsiran van de PL kwam tijdens de persconferentie een kijkje nemen, maar werd weggestuurd door de leden van ABOP. Er moet eerst wetgeving komen alvorens er gesproken kan worden van bescherming van database-netwerken. Armand Snijders, onderdirecteur van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, ATM, is van mening dat met de licentie van buitenlandse software de Surinaamse klant niet direct beschermd wordt. Suriname heeft op het gebied van cybercrime nog steeds geen wetgeving. Personen die op de een of andere manier toegang krijgen tot persoonlijke data via de virtuele wereld, krijgen geen gevangenisstraf. Ik meen dus dat de wetgeving van het bedrijf van waar die license afkomstig is, de wetgeving van toepassing is, van kracht is op die license. Ik voel me dan als klant, Surinaamse klant, niet genoegzaam beschermd. Omdat ze als zaken fout gaan, moet ik me kunnen beroepen op enige vorm van wetgeving. En dat, zoals ik dat reeds eerder aangaf aan u, is dat nog niet in place. En vandaar dat ik dus ik het als een case van uitdaging zie. Dat toch wel eerst gedaan moet worden, omdat er toch wel genoegzame bescherming van onze data moet plaatsvinden. En als vandaag of morgen iets verkeerd gaat afkloppen, dan zijn we al onze data kwijt. Vandaag werd er een informatiesessie gehouden voor het Surinaams bedrijf Leven, de overheid en belanghebbenden. Voor hen werd het Barracuda Firewall-programma belicht. In Suriname zijn er geen meldingen van cybercrime, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Joan Sabayo, vertegenwoordiger van Cross Bay Solutions, is ook van mening dat Suriname haast moet maken met het voorbereiden van wetgeving. De gevolgen kunnen groot zijn. We hebben ook vandaag wat voorbeelden behandeld die in Europa op dit moment echt een groot issue zijn. Je ziet dat daar de grootste banken, bijvoorbeeld in Nederland, de grootste banken
in de afgelopen maand april aangevallen zijn door DDoS-aanvallen. En dat houdt in dat er op een gegeven moment heel veel informatie op een bepaald netwerk afgevuurd wordt, waardoor het netwerk compleet platgelegd wordt. En het gevolg daarvan was dat er in Nederland dat het compleet betalingsverkeer was platgelegd en dat mensen dus niet meer konden betalen. Dat mensen bij de kassa stonden bij een tankstation en dat ze dus op dat moment geen betaling meer konden uitvoeren. En dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor de consument, maar ook zeker voor de bedrijven die die services verlenen aan de consument. De overheid heeft een e-government commissie geïnstalleerd om een conceptwet elektronische transacties te ontwikkelen. Voordat e-government een feit is waar alle overheidsdata via een netwerk worden verbonden, moet de conceptwet worden goedgekeurd. De Amerikaanse ambassade heeft een bedrag van ongeveer $34.000 beschikbaar gesteld om HIV-AIDS verder terug te dringen in ons land. Aan verschillende organisaties is er een bedrag ter beschikking gesteld om projecten uit te voeren voor hun doelgroepen. Dit bedrag komt uit het PEPFAR Foundation, dat staat voor President's Emergency Plan for AIDS Relief van de Amerikaanse overheid. Dit programma is bedoeld om HIV-AIDS in de wereld aan te pakken, zegt ambassadeur Jay Anania. All of the recipients, the grantee organizations who are here with us today and those who couldn't join us, for stepping up to the challenge of targeting difficult to reach and vulnerable populations with their project proposals. Because quite often the victims of HIV/AIDS are not in the mainstream of society. So these groups will raise awareness, tackle stigmatization and other forms of discrimination against people living with HIV and AIDS, and encourage healthy lifestyles through workshops, trainings, and other events. The embassy is proud to support you as you reach out to inform your specific groups about HIV and how to prevent getting it and spreading it. We also are proud to support those who are working to eliminate the stigma for people who live with HIV/AIDS. I'd like to also note that coordination between Suriname's Ministry of Health and our grantees ensures the most effective way forward in accomplishing the outlined activities. De organisaties die in aanmerking zijn gekomen zijn Caribbean Education Initiative, Foundation Liefdevolle Handen, de Nikeri AIDS Team, Wingroep Pro Health Foundation en Suriname Business Coalition Against HIV and AIDS. Het Low Income Shelter Program, LISP, verloopt vlot. Dit constateert Ike Muller, de Housing Programs Manager van het LISP. LISP heeft als doel zelfbouwwerkzaamheden te stimuleren. Verder is de achterliggende gedachte de rehabilitatie en bouw van woningen voor de lage inkomensgroepen te bevorderen in samenwerking met de overheid. We hebben tot nu toe ongeveer iets meer dan 1700 aanvragen hebben we binnengehad. Daarvan hebben we zo'n 1150 goedgekeurd. Dat wil zeggen de mensen die beschikken reeds over het geld om aan hun woonoplossing te kunnen werken. We hebben opgeleverd ongeveer 42% al. Dus dat wil zeggen van die 1150 is 42% die heeft dat af. We zijn dus in het veld ook aan het monitoren als de mensen het geld dus werkelijk besteden aan de bouw. En de ervaring leert dat men dus toch wel in heel goede mate de gelden besteedt aan de woning. In het kader van de uitvoering van het LISP 2-programma zal er uitbreiding van de dienstverlening plaatsvinden. Stichting LISP, een werkarm van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SOSAVO, voert dit programma uit. Dinaida Baptiste, de managing director van het LISP, gaat hierop in. We hebben zaken uitgedokterd, besproken met de DC's, et cetera, met organen die met het binnenland te maken hebben. En het blijkt dat je niet dezelfde benadering kan hebben zoals je dat in het kustgebied doet. Het moet een hele andere benadering hebben. Om bijvoorbeeld, zoals meneer Muller net heeft aangegeven, te kunnen bepalen wat iemand zijn inkomen is.
Mensen kunnen wel aangeven, dit is mijn gezinssamenstelling, maar in hun budgetten kun je vaak niet kijken. Dus wanneer weet je wel of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een LIS-subsidie? Het is dus gratis geld die de mensen van de overheid krijgen via de lening die we van de IDP hebben gekregen, die wij als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken mogen besteden aan de hand van de criteria die meneer Muller net voor u heeft genoemd, om de mensen in aanmerking te laten komen. Dat is niet zo eenvoudig om te bepalen. Ike Muller gaat in op een van de verschillen tussen LISP 1 en 2. Bij nieuwbouw, daar hebben we in LISP 1, door de mensen dus het zelf aan de mensen overgelaten, als ze dus een aannemer konden op de kop konden tikken, die voor ze ging bouwen. Het is een paar keren misgegaan in LISP 1. Hebben we dus bij LISP 2 gezegd, nee, dat is een lesje die we geleerd hebben. Wij gaan dus ervoor zorgen dat de mensen een gerenommeerd bouwbedrijf aannemen, in de hand nemen. Daar hebben we dus een tender voor gehouden. En er zijn dus drie of vier uit de bus gekomen. En die krijgen dus de projecten, in ieder geval van nieuwbouw. De aanpassingen, de cosmetische veranderingen, schilderwerken en dat soort dingen aan de woningen, daar zijn de mensen dus zelf nog vrij. Voor deze uitbreiding is Stichting LISP op zoek naar niet-gouvernementele organisaties en gemeenschaps- of buurtorganisaties. Deze zullen hun dienstverlening moeten richten op het verwerven van aanvragers, gezinnen en het geven van informatie aan gemeenschappen. Vermeldenswaard is dat sommigen die bij het ministerie van Sociaal hebben aangeklopt voor hulp ten aanzien van hun huis, worden doorgestuurd naar LISP. Naast de samenwerking met de werkgroep herstructurering huisvesting, hebben we natuurlijk ook als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hebben we natuurlijk ook een hele goede verstandhouding met het ministerie. De laatste tijden hebben we dus ook de aanvragen die binnen zijn gekomen voor een bouwsubsidie of afbouw en renovatie, die via het ministerie zijn binnengekomen, die verwerken wij ook. En dan gaan wij ook naar of daarin lisgevallen zijn. Het is namelijk zo dat een aantal mensen zelf zijn begonnen met bouwen, wat heel goed te noemen is, maar ze kunnen niet afmaken. Dat benadert het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn ook lisgevallen bij sommige mensen die soms ook al in het eerste les ondersteuning hebben gehad. Die kunnen we jammer genoeg niet helpen. Maar de mensen die zich hebben aangediend bij het ministerie van Sociale Zaken, we gaan even naar of zij ook lesgevallen zijn. Het LISP 2 moet in 2015 zijn afgerond. De consortium Dutch Caribbean Library Association is in voorbereiding. Naar aanleiding hiervan wordt het vijfde seminar van de Dutch Caribbean Library Association, DCLA, op Curaçao gehouden van 13 tot en met 16 mei 2013. De algemene ledenvergadering vindt plaats op 16 mei. Het programma van 13 tot en met 15 mei staat in het teken van het ABCD-automatiseringsprogramma en het eventueel opstarten van het consortium. Het platform van de DCLA is een netwerk van informatieprofessionals in alle landen in de Nederlandstalige Caribbean, namelijk Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Suriname. De DCLA probeert in de behoefte aan meer contact en afstemming met bibliotheken onderling te voorzien. Daarbij is ook het contact met collega's uit gerelateerde informatieve en kennisinstellingen, zowel lokaal, regionaal als internationaal, van belang. De Surinaamse delegatie die naar Curaçao is vertrokken, bestaat uit informatieprofessionals van de universiteits- en de CELOS-bibliotheek. Gisteravond zijn in afzonderlijke gevallen twee verkeersdoden te betreuren geweest.
In het eerste geval sloeg een dubbel cabinepick-up over de kop bij het uitvoeren van een inhaalmanoeuvre op de Afubakkaweg ter hoogte van mast 58. Van de 5 inzittenden vond 1 de dood en raakten 3 licht gewond, terwijl de chauffeur met de schrik vrij kwam. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol en het slachtoffer is van Braziliaanse afkomst. In het andere geval werd de 62-jarige voetganger Victor Hunter van achteraan gereden door een personenauto op de hoek van de Quatta en de Grandoweg. De bestuurder reed na de aanrijding door en liet de man in hulpeloze toestand achter. Hij werd met zware letsels in het ziekenhuis opgenomen, waar hij vanmorgen omstreeks 8 uur kwam te overlijden. De politie van Quatta zette een speuractie op touw en vanmorgen is het voertuig aangetroffen bij een woning te Sofiaslust. Het vertoonde nog bloedsporen en een gebroken ruit, maar op het adres werd niemand aangetroffen. Met deze 2 doden is de verkeersbarometer gestegen naar 20. Tot zover het binnenlands nieuws. Bezoek de website stvs.sr voor meer nieuws. Goedenavond.